Welkom bij het RTLZ Beursspel. We zijn nu 3 weken bezig. 6200 spelers die zijn actief en de resultaten die zijn opzienbarend. Dat hoor je allemaal zo. We hebben het vandaag over verstandig of juist intuïtief beleggen. Dirk Veenstra die geeft een analyse live vanaf Beursplein 5. Maar eerst gaan we naar het nieuws van de dag met Jim Tempoering van ProBeleggen. Jim, wat wordt het nieuws van de dag eigenlijk? Is het Unilever? Is het de Fed die toch de rente naar boven de 3% zou willen verhogen? Of toch de Brexit? Ja, Unilever zet de koers natuurlijk in beweging, maar ja, die komen elk kwartaal. De Fed, dat was natuurlijk wel de verwachting dat het uiteindelijk zou moeten. Voor mij is het echt de Brexit. Dat was wel hetgeen wat inmiddels al 2,5 jaar geleden de beurzen toen echt in beweging zette en de markt in beroering bracht. Ja, en nu zie je dus eigenlijk dat 2000 jaar na de Romeinen politiek niks veranderd is. Iedereen buitelt over elkaar heen. Ik geloof het probleem is Ierland, Noord-Ierland. Is het nou een Verenigd Koninkrijk? May heeft daar nog geen duidelijkheid over. Dus wil Macron niet verder praten? Merkel weer wel, Rutte ook wel. Ja. Dus het is een padstelling. Maar ja, wat je eigenlijk ook zegt is van het doet niet veel met de koersen op het ogenblik. Dus wat zou je hier als belegger mee moeten? Anders dan ja, toch af en toe een beetje in de kranten lezen wat ze nu weer niet besproken hebben. Nou, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk voor beleggers wel uitgefaseerd dat de Brexit zelf niet keiharde impact gaat hebben op de financiële markten. Dus voor beleggers is dit niet eens zo heel belangrijk, maar het is wel nieuws. Ja. Ja, dan gaan we even naar de tussenstand in het beursspel. Eens even kijken wie er na 3 weken handelen bovenaan staat. Rapapa. Maria 3. Die heeft al meer dan 400.000 euro bij elkaar gespeeld of belegd, hè, in het beursspel. Ja, dat is toch wel heel erg knap. De koploper van vorige week die zie je niet in het lijstje staan. Dat was August Cengiz Akdeniz. Die staat nu 7e. Maar altijd nog met 280.000 euro, hoor. Maar hij is wel een stuk teruggevallen. Geef je analyse eens. Maria 3, wat heeft ze gedaan? Wat heeft ze zo goed gedaan? Nou, ik ken Maria 3 niet, maar waarschijnlijk moet ik toch jou eerst gelijk geven. Jij zegt dat blondjes beleggen beter. In elk geval vrouwen, die staan op dit moment 4 aan kop. Maria 3 heeft een aantal hele goede transacties gedaan. Zeer gecentreerd op AEX en DAX. Long op het juiste moment, short op het juiste moment. Maar ook wel eens fout, want volgens mij stond ze gisteren nog op 550.000 euro. Dus ze is ook 30% kwijtgeraakt. En de winnaar van vorige week, of nummer 1 vorige week, die heeft te veel transacties gedaan. En ja, de kans dat je dan een paar keer fout zit, die is gewoon groot. Hij heeft 1 hele goede gedaan, dat was een voltreffer. Ja. Maar ja, ik moet zeggen dat de top 5 sowieso toch wel redelijk constant is. Een aantal mensen die heel geleidelijk hun positie opbouwen, die dat toch wel heel erg knap doen. Ja, wel lastig natuurlijk om je in te houden. Met name omdat het een spel is. En ik kan zelf bijvoorbeeld de neiging eigenlijk niet bedwingen om de hele tijd maar acties te ondernemen. Maar dat is dus niet nodig om het beursspel te winnen. Nee, je ziet eigenlijk dat degene die het echt goed doen in het beursspel, dat die 1 transactie doen, bijvoorbeeld long of short, dus inspelen op stijgen of daling, en dan heel lang daarin blijven zitten op de AEX of de DAX, en wel met veel risico. Ja, nou, ik hoop in ieder geval niet dat Maria 3 dan ook het derde account is van deze Maria, man of vrouw, want je mag maar met 1 account spelen. Want anders word je volgens de regels rigoureus uit het spel verwijderd. We zijn namelijk heel streng. Het RTLZ-beurspel wordt dus ondertussen al gespeeld door 6200 mensen. En één van die spelers is Stefan van der Horst uit Alphen aan de Rijn. Stefan staat nu op plek 3500. Maar hij denkt op puur verstand nog steeds kans te maken op de hoofdprijs. Verslaggever Leon van Poppel die trok naar Alphen en maakte een portret van Stefan. Een bijzondere speler van het beursspel. Ik ben Stefan van der Horst. Ik ben op dit moment werkzoekend en ik ben mee gaan spelen met het spel omdat ik hou van spelletjes. Maar in tweede instantie is het ook wel een, hoe ze willen noemen, een uitzoeken hoe de beurs in elkaar zit. Ja, ik heb Asperger, dat is een hoogfunctionerende vorm van autisme. Wat het voor mij concreet betekent is veel mensen die handelen uit intuïtie, zeker als het gaat om emoties en dat soort dingen. En ik ben zo gekabeld dat ik eigenlijk alles vanuit mijn verstand moet doen.
lijkt me eigenlijk een hele goede eigenschap voor handelen op de beurs, toch? Want dan moet je nooit handelen uit emotie. Juist, ja. Nou, dat is ook wel waarom ik het interessant vind. Zullen we even gaan kijken naar je portefeuille, hoe die eruit ziet? Dat is goed. Ja, vandaag hele kleine winst. Wel heel veel rode cijfers nog. Wat is nou de trade waar je het meeste spijt van hebt gehad in het spel? Nou, met name het ik twee keer heb geprobeerd long te gaan op de AEX. Waarbij ik eigenlijk had moeten bedenken, nou, dat gaat hem nu niet worden. Denk dat je nog een goede kans maakt om het spel te winnen? Gezien de volatiliteit van de beurs zie ik dat op zich wel gebeuren. Maar dan moet ik wel iets verstandiger omgaan met de producten die ik koop en het tijdstip van aankopen. En wordt je vrouw nooit gek van dat je weer even achter de computer wilt duiken om te handelen? Nee, en ik zorg dat ik dat buiten haar omdoe. Dus het gaat niet ten koste van onze tijd samen. En heeft stiekem ook al uitgezocht wat de leukste activiteiten zijn in New York? Nee, dat niet. Ja, Jim, 85.000 euro heeft hij. Nou, dat is nog iets meer dan wat ik nog heb in het beursspel. Maar maakt hij nog kans om te gaan winnen? Nee, hij maakt geen kans. Maar dat is niet omdat hij niet goed belegt. Omdat hij te ver achter staat. Maar ik heb ook naar zijn portefeuille gekeken. En die portefeuille is een goed gespreide portefeuille. Dus als hij op deze manier zou beleggen in het echt, dan zal hij uiteindelijk waarschijnlijk wel met rendement eindigen. Maar ja, om het beursspel te winnen, moet je heel gecentreerd vol inzetten op één beweging van de index bijvoorbeeld. Dat zie je ook in de hele top 10. En ja, dat heeft Stefan niet, dus hij gaat het niet winnen. Maar zijn portefeuille is niet onverstandig ingericht. Ja, en want hij belegt ook op verstand. Dan vind ik dat een beetje jammer, want het bleek niet echt uit het filmpje van hoe pakt hij dat dan aan? Wat doet hij dan precies? Kan jij daar wat voorbeelden van geven? Nou, hij heeft bijvoorbeeld een deel belegd in ETF's, hè, breed gespreide mandjes, een deeltje long, een deeltje short, echt wel 10, 15 posities. En dat is als belegger natuurlijk heel verstandig, dat je gaat spreiden. Maar hij zei bijvoorbeeld ook van ja, ik ben op een gegeven moment long gegaan in de AEX en dat pakte niet helemaal goed uit. Ja, je ziet eigenlijk met dat soort trades, want dat zijn het echt, dat zijn geen beleggingen, dat je vaak wat meer geduld moet hebben en niet als het dan even tegen zit, meteen er weer uit moet gaan. Want ja, als hij vorige week long was gegaan, zat het even tegen, maar had hij nu op een hele mooie plus gegaan. Ja, want dat, zo'n trade, dat is eigenlijk korte termijn. Ja. Heb je daar veel meer je intuïtie bij nodig? Of nou, kan het moet echt wel op verstand? Verstandig handelen, alleen dan gaat het wel natuurlijk om de emotie van de markt op dat moment. En als er veel slecht nieuws is en de koersen zitten in een dalende trend, ja, dan kun je misschien weer beter naar de grafiek kijken en kijken wat de trend van dat moment is, dan dat je gaat richten op allerlei fundamentele getallen, want die hebben niet zoveel waarde op korte termijn. En dan gaan we live naar Dirk Veenstra, onze beurscommentator op Beursplein 5. Dag Anneke. Hoi Dirk. Hoe is het met jouw intuïtie? Nou, niet zo best doorgaans wat dat betreft. Maar ja, dat is intuïtie en verstand, dat is de eeuwige strijd die we allemaal voeren. Ik ben proberen een verstandige belegger te zijn, maar dat valt niet mee. Nee, en waar uitzicht dat dan in, jouw verstandig beleggen? Nou, dat uitzicht te weinig nog, moet ik zeggen, in rendement. Of misschien heb ik al te weinig in verstand. Maar het is wel de eeuwige strijd tussen beleggers inderdaad. Intuïtie versus verstand. Deze belegger die je net liet zien, die was een goede belegger, maar misschien een slechte speler voor het beursspel. Maar dat is de eeuwige strijd ook in beleggingswereld, hè, actief beleggen versus passief beleggen. En als je nou alle verstand wilt uitschakelen, alle, laten we zeggen, intuïtie wilt uitschakelen, zo moet ik het zeggen. Als je alle gevoel en sentiment wilt uitschakelen en puur kijkt naar de getallen, dan moet je eens letten op deze grafiek. Ik heb even meegenomen van Corné van Zijl van Actiam. Hij heeft een keer berekend dat als je sinds de afgelopen 40 jaar, 50 jaar op een rij zet, dat het beste instapmoment van de AEX is 28 oktober. Dat komt er dus nog aan. Dus als je wilt zeggen van ik ga echt niet op sentiment, niet op verstand, ik ga echt puur, laten we zeggen, op de cijfers beleggen, dan heb je hier misschien iets aan. Het is interessant om te zien, hier ga je het beursspel dus alweer niet mee winnen. Maar misschien wel, als belegger kun je hier misschien je voordeel mee doen. Nou, precies, ik schrijf hem even op. 28 oktober, dat is dus de dag waarop we in het echt zouden moeten gaan beleggen. Volgens 1969, sinds 1969 gemiddeld gesproken voor de MSCI Europa is het dit is het beste moment waarop zelfs de AEX inderdaad dan dus het beste presteert. Omdat je dan het eindejaarsrally meemaakt, plus het begin van het jaar goed doet. En dan moet je nog misschien een keer uitstappen in mei volgend jaar. Maar dat zij dan zo. Ja. Maar het instapmoment, als je één keer per jaar wilt instappen. Ja, en dat zou dus nog betekenen dat we nog een kleine daling voor de boeg hebben. Want het is nog geen 28 oktober.
Nee, inderdaad. Maar de maand oktober sowieso staat bekend als een hele volatiele, hele bewegelijke maand. Hè. Vaak eindigt de maand oktober hoger dan het mee begint. Maar goed, dat zijn allemaal van die lessen uit het verleden. Weet je, daar heb je soms helemaal niks aan. En wat je zegt, dit is het gemiddelde sinds 1969. Het kan heel goed zijn dat het dit jaar of volgend jaar de uitzondering gaat zijn. Dus gebruik je verstand en een beetje je gevoel. Gaan we doen. Dirk, dank je wel. Tim, ik zie je morgen natuurlijk, maar laten we ook al eventjes op de week vooruitblikken. Waar kijk je nog naar uit volgende week? Nou, het is een hele volle week en dat is een prachtige week daarmee ook meteen voor het beursspel. Want er zijn veel bedrijfscijfers, Nederlandse bedrijven zoals Philips, KPN, Randstad, maar ook Galapagos, altijd een volatiel fonds. Die komt met cijfers. En op donderdag hebben we ook nog eens het rentebesluit. Dus er is veel te doen. Nou, en 28 oktober moeten we dus ook in de gaten houden schijnbaar. Het is wel een zondag, maar ik moet even Corné bellen om te vragen of dan ook op maandag mag. Ik denk dat Corné dat wel goed vindt. Dankjewel, Jim. En iedereen thuis heel veel plezier met beleggen. Morgen, vrijdag, 21:15, dan hebben we weer een uitzending van het Beursspel. En we gaan dan analyseren en laten zien dat alleen maar de hedge funds zorgen voor spanningen op de aandelenmarkt. Aanmelden voor het spel, dat kan nog steeds via rtlz.nl/beursspel. Je kan er leren beleggen en de winnaar die gaat met z'n tweeën een week naar New York. Dag. Het RTLZ-beursspel wordt mede mogelijk gemaakt door ING Sprinters.